tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Luister, schat, ik ben natuurlijk nog maar net terug. En ik wil me ook helemaal niet bemoeien met de manier waarop jullie de dingen aanpakken. Maar er moet wel wat gedaan worden. Pap, het is heel lief dat je zo bezorgd bent. Maar het valt allemaal reuze mee. Nou, dat vraag ik me af. Het lijkt me prima als jullie Henny willen helpen. Maar je moet ook aan jezelf denken. En aan je baby. Anders ga je er zelf van onderdoor. Je dokter heeft je gezegd dat je je niet mocht opwinden. Nou, moet je zien hoe je eruit ziet. Pap, er is echt niks aan de hand, hè? Maak je nou maar niet zo... Ah, ben je klaar? Kunnen we eten? Ja, je moet het voor mij maar opwarmen. Ik moet naar het opvanghuis om met Daniel over die anonieme brieven te praten. Ik maak het niet laat. En waarom bellen jullie nou niet gewoon de politie? Pap, Simon denkt dat dit het beste is. We moeten afwachten en kijken of hij gelijk heeft. Tim... Ach, jullie zijn gewoon beide kinderachtig bezig. Nou, ik begrijp het ook niet hoor, afgezien van het persoonlijke vlak. Maar het is toch verslagen absurd dat twee mensen die een schaakmarathon... Twee mensen die een schaakmarathon organiseren, die met elkaar praten. Maar zo is het wel. Het is een kant van Daniel die ik nog niet kende. Hoe die ook tegen me praatte. Ja, ja, en jij hebt natuurlijk alleen maar aardige dingen gezegd. Ja, wat ik heb gezegd was verslagen op zijn plaats. Ja, het lijkt erop dat je met twee maten meet. Hoe bedoel je? Jij bent toch zeker de expert in menselijke relaties? Als ik naar jou had geluisterd, dan was ik Tim nu al lang kwijt geweest. Ach, kom. De dingen gaan niet altijd zoals ze horen te gaan. Ja, waarom praat je dan niet gewoon met hem? Zo moeilijk is het toch niet? Praten? Ik heb al genoeg gedaan. Als Daniel iets wil, dan komt hij maar naar mij toe. Ik ben benieuwd wat je vader en Tim daar binnen uitspoken. Ze zijn zo stil. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja, wij zijn... Dians moeder en ik... De laatste tijd nogal bezorgd om die Jan. We hebben het idee dat ze door een... in een extra gevoelige fase van haar... ontwikkeling is? Ja. Kijk, het is niet dat we je niet vertrouwen. Dat is absoluut niet aan de orde. Integendeel, we geloven heel erg in jouw, hoe zal ik het noemen, jouw... lichamelijke zelfbeheersing toevallig? Ja, ja. Nou, nee, niet helemaal. Kijk, ik ben ook jong geweest, hè. En ik weet hoe dat gaat. En ja, Dian is gewoon een mooie meid. Waar ik het eigenlijk over heb, is morele verantwoordelijkheid. De dingen die je doet, die je niet doet, zoals ik zei, Dian is... Dat is een mooie meid. Meneer Albert, u hoeft zich echt geen zorgen te maken. Oh, nee? Nee. Kijk, ik weet dat Dian een gevoelig meisje is, maar ze is ook een volwassen meisje. En zelf ben ik ook niet zo onverantwoordelijk. Ik bedoel, we hebben al vaker met elkaar geslapen. Ja, want zo gevoelig waren we natuurlijk ook wel weer om dat te doen. Maar we hebben echt heel keurig alle voorzorgsmaatregelen getroffen die maar denkbaar waren. Tenminste, als u dat bedoelt. Oh, ja. Nou, dat is mooi. Prachtig. Nou, ik vind het toch goed dat we er even over gesproken hebben. Maar het is voor mij in ieder geval een hele opluchting om te weten met elkaar te slapen. Maar wat bedoel je daar precies mee? Hey, hallo. Hoi. Moet je niet meer weg vanavond? Nee, André moest nog wat zaken doen. Die zit de hele avond aan de telefoon, zei hij. Oh, heb ik dat niet al eens eerder gehoord? Hè? Of zullen we het daar maar niet over hebben? Helen? Ja? Wat vind je eigenlijk van André en mij? Maakt dat veel uit?
Ik wil het gewoon graag weten. Het lijkt me een heel aardige man. In het begin schrok ik een beetje van het tempo waarmee jullie verhouding ontstond. Maar je bent verstandig genoeg. Ik neem aan dat je zelf ook wel weet dat dat problemen kan geven. Nou nee, eigenlijk niet. Het is voor ons helemaal niet belangrijk. We houden van elkaar heel veel. En de rest, dat doet er gewoon niet toe. Ik kom eigenlijk nu pas achter dat ik altijd op zoek ben geweest naar iemand als André. En het fijne is dat hij alles van me weet, ook van vroeger. Dat kan hem niet schelen. Ik voel me zo vertrouwd bij hem. Mooi. Maar het komt ook wel eens voor dat je een beetje overdonderd wordt door een man waar je zo tegenop kijkt. Je zult niet de eerste zijn die daardoor verblind werd. En is dat een basis om een gelijkwaardige verhouding op te bouwen? Maar ja, aan de andere kant, verliefdheid kent geen regels. Als je maar weet wat je doet, hè, dan is er niks aan de hand. Ik zat op je telefoontje te wachten. Hoezo? Jij zou toch bij Stefanie langs gaan? Om te kijken of zij iets meer weet over die brieven. Oh, dat? Ja. Dat. Weet je iets meer? Nee, niets. Je hebt ook helemaal geen moeite gedaan, hè? Klopt. Omdat ik niet in dat paranoïde idee van jou geloof dat Stefanie het gedaan heeft. Ik snap trouwens niet waarom jij je zo laat opfokken. Iets onbenulligs uit het verleden wordt openbaar gemaakt en jij schreeuwt de hele wereld bij elkaar. Iets onbenulligs, Frits? Het is maar wat jij onbenullig... Vergelijk met die andere brieven. Stel dat helemaal niks voor. En wil je er nou over ophouden? En hoe weet jij zo goed wat er in al die andere brieven staat? Dat weet ik helemaal niet. Maar dat zeg ik maar bij wijze van spreken. En wil je er nou in godsnaam je bek over houden? Goed, dus wat we doen... Als morgenochtend het postkantoor open gaat, brengt Koosje precies zoals gevraagd is het geld naar die postbus. Ik blijf buiten wachten totdat jij weg bent, net zolang tot iemand het geld komt ophalen. Het is heel eenvoudig. Ja, volgens mij te eenvoudig. Geloof je niet dat die chanteur daar rekening mee zal houden? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij ervan uitgaat dat wij te bang zijn om naar de politie te gaan. Omdat onze geheimen dan uitkomen. En dat we te bang zijn om hem rechtstreeks te ontmoeten. Maar als we nou allemaal, ik bedoel alle slachtoffers, niet mag ik even uitpraten? Als we nou allemaal, ik bedoel alle slachtoffers, niet naar de politie gaan. Ja, maar ik begrijp nog steeds niet waarom we niet naar de politie gaan. Daniel die zei het al, hij had het over onze chanteur. Ik denk dat we de dader kennen en misschien zelfs wel heel erg goed kennen. Dus als ik gelijk heb, is niet het probleem om erachter te komen wie het gedaan heeft, maar wat we ermee moeten doen. Ik begrijp nog steeds niet waarom we niet naar dat ballet konden gaan. Ik had er toch kaartjes voor? Ja, hoe moesten we daar dan komen? We hadden toch geen geld meer voor de bus? Hier, tante Truus had het weer voor elkaar, hoor. Ze neemt mij uit eten in het duurste restaurant van het Noordelijk Halfgrond. Met 38 gangen en 12 koffie toe. En wat blijkt? Opeens heeft ze de verkeerde waardebonnen bij zich. Dat betrof hier natuurlijk weer zo'n prijsvraag. Dus uiteindelijk kon ik alles betalen. Je krijgt het huis allemaal terug. Oh, fijn. Nou, voorlopig wil ik alleen maar slapen. Morgen, want heel vroeg voor die schaakmarathon begint, nog een vrachtauto uitladen van Jan Henk. Dus als jullie het niet erg vinden, blijf ik hier slapen. Je doet maar wat je wilt. Als je maar nooit meer tegen me praat. En als je niet snurkt. Ja, wat moest ik dan? In één avond al mijn geld erdoorheen gejaagd. Goddorie, wat hou ik eraan over? Brandend maagzuur van 38 gangen. 37. En koffie toe. En nee, luister even, als je geld nodig hebt, dan kan ik je wel wat lenen, hoor. Oh, bedankt. Maar ik kan het pas aan het eind van de volgende week terugbetalen, dus ik neem aan dat je het eerder nodig hebt. Nee hoor, is geen probleem. Dat is mooi. Verdien jij zoveel? Oh nee jongen, dat gaat wel. Ik heb het gewoon een beetje slim aangepakt, denk ik. Hoe dan? Nee. Zoiets zeg je niet. Tenminste, als je slim bent. Eén ding kan ik je wel vertellen, ik denk niet dat ik de komende periode... veel financiële moeilijkheden zal hebben. Nou. Heb je er wel zin in, je hele huis zo vol mensen? Nou, ik vind het niet erg. Jij?
Nee, integendeel. Ik vind het juist leuk. Mm. Ik denk wat leven in de brouwerij. Het lijkt hier de laatste tijd wel een dode herdenking. Niemand die wat zegt. En Jeff loopt de hele tijd met de mompelen over die jeugd van tegenwoordig. Ja, hij heeft nou eenmaal een sterk besef van hoe het hoort. Of van hoe hij dan denkt dat het hoort. Hè? Oh ja, vertel eens. Hij is vreselijk ouderwets, maar het heeft ook wel weer wat. Ik snap niet hoe je het met hem uithoudt. Als ik met hem getrouwd was. Ja, je hebt nou helemaal niet veel begrepen van trouwen, hè? Dank je. Dus het wordt een verrassingsfeestje voor Arnie en Linda. Nou ja, voor zolang er dan een verrassing kan blijven. En dan dacht ik aan om Dian te vragen iedereen uit te nodigen, want dat lijkt me het slimst. Ja, je moet het vooral niet te stijf maken, hè? Nee. Wat hapjes en wat te drinken. Ja, en dan moet zij ook maar voor de muziek zorgen en dan bak ik een welkomstaart. Goedemorgen. Waar gaat je verrassing? Oh, neem me niet kwalijk, ik wilde jullie echt niet storen. Oh, nee, je stoort helemaal niet, maar we wilden Arnie en jou verrassen met een klein feestje. Oh, u hoeft voor ons echt geen moeite te doen, hoor. Nee, dat is ook helemaal geen moeite. Dat vinden we juist leuk. Wil je wat eten? Wil je ook een eitje? Alleen koffie, graag. Arnie was nogal vroeg weg, hè, vanochtend. Hij heeft een sollicitatie en daarna gaat hij op huisjacht. Ja, jullie hebben het toch veel te druk om iets te vinden. Hè? En het heeft ook helemaal geen haast, want je kan hier zo lang blijven als je wilt. Dat weet je toch? Jawel, maar we willen graag een beetje onafhankelijk zijn, een beetje op onszelf. Ik bedoel, een kamer is ook maar een kamer. Ja. Wil jij niks tegen Arnie zeggen over het feestje? Dan blijft het in elk geval voor hem nog een verrassing. Tuurlijk, ik zal niks zeggen. Ben je ook al op zoek naar een baantje? Ik ben bezig. Ja, want je kunt natuurlijk niet de hele dag hier lopen rondhangen, hè? Nee. Ik ga nu weer naar boven. Ik begrijp echt niet waar Arnie al die moeite voor doet. Ik ben zeker dat na de lunch onbereikbaar. Dus als er iets is, dan heb je het nummer van de vervanger. En anders laat je maar een berichtje achter bij het opvangcentrum. Is Melvin klaar? Hoi, is hij dat ooit? Nou, hij komt er zo aan. Ja, er komt ook zo meteen een koerier iets ophalen voor het lab. Wil je zeggen dat er spoed bij is? Wat komt hij ophalen? Nou, die monsters waar ik het gisteren over had. Sorry, ik had het je gisteren willen vertellen. In ieder geval staan op de tweede plank. Weet je het zeker? Ja, ik denk dat ik het zeker weet. Anders dan staan ze er bovenop. Gisteren ook zo. Oké, ik ga er vandoor. Veel plezier straks. Ja, zou je voorzichtig zijn? Ja, ja. Schiet jij nou ook maar op, anders ben je straks te laat bij de Alberts. Ja, ik ben klaar. Kunnen we gaan? Ja, zo. Als je wil weten van de misdaad van je man, meestal om 12 uur in het park. Nou, Simon zal nu wel op weg zijn naar het postkantoor. Ja, ik denk het. Ik begrijp er nog niks van. Nog steeds niet, ook al heeft Simon me gisteravond uitgelegd. Hmm. Waarom zou iemand die probeert te chanteren met open ogen in de val lopen en zelf naar die postbus gaan? Ja. Ik weet, het klinkt niet logisch. Maar ja, aan de andere kant is het ook niet bepaald logisch wat die man de laatste tijd gedaan heeft. Hmm. Nou, ik hoop maar dat Simon zijn plan lukt. Zonder dat er iemand bij gewond raakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Ben je bij de politie geweest? Je zou toch naar de politie gaan om te vragen of ze iets konden doen aan die mensen die de cactus niet binnen kunnen? Ja. Nou. Dus kom even kijken. Goed zo. En het harmonieorkest en de majorettes? Ja, alles is gedaan. Prima. 10 bonuspunten. Ik word gek van die man. Oh, bij wie moet ik zijn voor het schaken? Mevrouw Mulder is van de organisatie. Dat klopt. Meneer Harmsen, u steunt de organisatie toch al? Wilt u uw bijdrage soms verhogen? Nee, integendeel. Ik heb er nog eens goed over nagedacht en ik zie er vanaf. Wat? En hoe is het dan met die goede daden waar u het over had? Nou, dat heeft allemaal niet zo'n haast hoor. Dat komt later allemaal wel eens. Maar uw naam staat op de sponsorlijst. We hebben u openlijk bedankt voor uw toegezegde steun. Ik kan mij niks lagers voorstellen dan iemand die eerst zegt te zullen bijdragen, dat ook nog eens een keer zwart op wit laat vastleggen en dan uiteindelijk besluit om maar niet te betalen. Nee. Ja, ik dacht opeens zelfs dat... Zelfs van u had ik meer principes verwacht. Hallo. Huh? Nou ja, ik dacht dat het toch niet zoveel... Streep meneer Harmsen van de sponsorlijst met een dikke zwarte viltstift. Zeg, wacht nou even. Niemand kan zeggen dat ik mijn woord niet hou, hoor. Goed.
Ik betaal. Maar ik wil niet dat mijn naam daarbij gebruikt wordt. Nou, fijn dat ik vandaag vrij kon krijgen. Ja, dan doe ik ook eens wat voor dat opvanghuis, hè? Ja, ze hebben me daar zo vaak geholpen. Ik mag wel een keer iets terug doen. Ja. Nou, wens me maar sterkte. Ja, sterkte dan maar. Als ik terugkom, gaan we wat leuks doen, goed? Goed. Oké, dag. Dag. Ik wou dat ik erbij kon zijn. Dat weet ik, schat. Maar dat kan nou één keer niet. Maar hij komt in elk geval terug. Ja, hij komt terug. Niet gauw komt, dan missen we het begin nog. Sorry. Van het schaap. Ik ben toch nog wel op tijd, hè? Ja, ik kom er zo aan. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Hey, ik wou nog zeggen, die een nieuwe vriend van je. Dat lijkt me heel aardig. En dat is hij ook. Ja. Nou, ik hoop maar dat hij je gelukkig maakt. Nou, bedankt. Nou, ik ben zover. Goed. Wil jij meneer Kelder vragen of hij plaatsneemt? Waarom vraag je dat zelf niet? Praat niet meer met hem. Oh. Mirjam vraagt of we naar de tribune gaan. Ja. Hey Rien. Wil je niet dat ik namens jou speel? Dat geeft je een hoop goodwill. Laten we nou maar eerst rustig vanmiddag afwachten. Wanneer alles een groot fiasco blijkt te zijn. Een fiasco? Ja, fiasco. Ik weet niet wat er met jou aan de hand is hoor. Maar of jij weet niet wat een fiasco is of je hebt nog niet in de zaal gekeken. Het ziet er zwart van de mensen. Dus dat betekent veel geld voor het opvangcentrum. Mooi fiasco, hè? Dit moet je toch voor eens en voor altijd van het idee afhelpen dat niemand om het opvangcentrum zou geven, hè? Ik denk dat de halve stad gekomen is. Maar komen ze op het schaaktoernooi of om het opvangcentrum te steunen? Zeg, heb jij Annette nog gezien? Nee. Is ze er wel? Ja, ik heb er wel gesproken, ja. Maar ze leek aan heel andere dingen te denken. Ze zag er niet vrolijk uit. Nee. Sorry. Ja, maar ze denkt natuurlijk aan Simon. Nou, dat zou kunnen, ja. Maar ik denk dat er iets heel anders aan de hand is. Ah, ik heb geld op de bus gedaan. Nou moet Simon het verder doen. Ik vind het niks. Dit is privéterrein. Straks komt de politie. Houd toch op met zeuren. De enige die ons last kan bezorgen zit ergens in een café te schaken. Ik weet zeker dat we iets kunnen vinden. Iets belangrijks. En dan gaan we naar de politie. Toch vind ik het niks. Ik kijk even wat rond. Maak jij dan wat foto's van het huis en de omgeving? Jij bent toch dat meisje dat hier een keer met Mickey was? Wat kom je hier doen? Ik kom om iets uit te zoeken. Volgens mij kun jij me daar heel goed bij helpen. Ja, schaak. Ja! Ja, dat moet je niet bij het schaken zijn? Ik niet, ik kijk wel uit. Wat heb ik daar te zoeken? Als zij genoeg geld bij elkaar weten te sprokken om het opvangcentrum zelf te renoveren. Dan zitten wij met een pand dat we niet meer kunnen slopen. Maar wel verkopen. Gelukkig zit ik daar niet mee. Hoezo zit jij daar niet mee?
Ik zat te denken. Misschien moeten we onze zaak maar een beetje herstructureren. Het grootste deel van ons kapitaal ging verloren toen jij door Stefanie werd ingeluisterd. En dat kapitaal was dan net het enige dat jou zakelijk gezien interessant maakte. En nu heb ik die account van Nieuwenhuis binnengesleept en eigenlijk heb ik jou niet meer nodig. Ja, zeker als je niet eens inziet hoe je met zo'n pand als het opvangcentrum kan omgaan. Dom, Rien. Dom. Denk er maar eens rustig over na. Ik heb een afspraak die ik niet wil missen. Tot ziens. Wat gebeurt hier allemaal? Ik weet dat er iets aan de hand is. Ga weg! Als jij eerlijk bent, dan verberg je niet zoals jij en je grootmoeder doen. Vertel het zelf of moet ik de politie waarschuwen? Ga weg hier! Kunnen we niet beter weggaan? Dat kind is doodsbang. Vertel dan! Kom op, vertel! Wilt u onmiddellijk weggaan? Ik wil eerst weten wat jullie hier verbergen. En wat er aan de hand is. Ik wil dat u nu vertrekt. Oh. Ik ben oma, wat is er? Dubbel schaak. Toch gelijk. Jij was het. God, de baby!